In deze video gaan we kijken naar hoe je 100 euro kunt investeren. Er zijn natuurlijk heel veel manieren, maar dit is de manier waarop ik het zou doen en iedereen aanraad, vandaar deze video. En dit zal de eerste video worden in een serie waarin we gaan kijken hoe je verschillende bedragen kunt investeren. We gaan hierbij kijken naar 100 euro dus en op twee manieren. Als je eenmalig 100 euro hebt of maandelijks 100 euro hebt om te investeren. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die jij ook interessant vindt en meer video's van wilt zien, abonneer dan op dit kanaal. Maar zoals gezegd gaan we in deze video dus kijken naar hoe je 100 euro kunt investeren. En dat doen we dan op twee manieren. Als je eenmalig 100 euro hebt om te investeren of maandelijks 100 euro hebt om te investeren. Nou, kijken we naar eenmalig 100 euro, dan is het vooral van belang dat je investeert in jezelf. Want 100 euro is in principe niet zo heel veel. Zeker als je later vermogen op wil bouwen is 100 euro eigenlijk niks. Maar het kan je echt wel helpen om vermogen op te gaan bouwen. Je kunt dan dus vooral denken aan investeringen in jezelf. Dat kan zijn een online cursus die je volgt of een gewone cursus die je volgt. Maar dat zijn vaak net iets hogere bedragen. En dan is het een goede investering om boeken te kopen. Met boeken kun je namelijk altijd kijken naar dingen die mensen hebben bedacht en die hebben gewerkt voor hun, of misschien fouten die ze hebben gemaakt, zodat je die niet nadoet. En dan zijn er een paar boeken die ik aanraad. En het eerste boek daarvan is Rich Dad Poor Dad van Robert Kiyosaki. Daar heb ik al eerder video's over gemaakt en dan vooral over zijn cash kwadrant. Dus eigenlijk in welke van de vier vlakken wil jij zitten als werknemer, zelfstandige, werkgever of investeerder. En welke voordelen heeft nou welk vak. En dan zul je dus zien dat vooral de werkgevers en de investeerders, dat zijn de rijke mensen. En dat de werknemers en de zelfstandigen eigenlijk, dus dat daar vaak meer gewerkt wordt, maar minder verdiend. Dat hele boek gaat eigenlijk daarover. In ieder geval een groot gedeelte gaat daarover, want hij heeft twee vaders, zijn echte vader en de vader van een vriend. Hij kijkt dan in dit boek naar die twee mannen en hij laat zien dat zijn eigen vader, die misschien minder verdient, uiteindelijk meer vermogen heeft dan de andere. En dit is dus vooral weer een boek waardoor je eigenlijk anders moet gaan denken, dus je mindset moet eigenlijk veranderen. Dat je anders tegen dingen aan gaat kijken, want juist kleine veranderingen die je maakt kunnen op langere termijn op een grote invloed hebben. En dat is dan het eerste boek wat ik aanraad. Op dit moment is het ongeveer 9 euro geloof ik op bol.com. Ik zal een linkje onder deze video plaatsen naar het boek. En het tweede boek is ook van bol.com, daar heb ik het tenminste gekocht. Het is De Werkweek van 4 uur van Timothy Ferris. Of de 4-hour workweek. En zoals de titel al een beetje zegt, een werkweek van 4 uur, in tegenstelling tot misschien wel 40 uur die je nu maakt. Dit zorgt ervoor dat je op andere manieren gaat denken over een werkweek. Kun je misschien efficiënter werken of zorgen dat je meer verdient in minder uren. En dat is vaak tegenwoordig wel mogelijk met het internet en technologie die er nu zijn. Kun je vaak heel erg efficiënt werken en misschien wel dingen uitbesteden. Misschien naar andere landen, lage lonen landen. Dan kun je in ieder geval iets opzetten. Het zorgt ervoor dat je anders gaat denken en dat je niet altijd maar 40 uur per week werkt voor de komende 40 jaar. Maar misschien zorg je ervoor dat je juist wat minder gaat werken, terwijl je dus meer kunt verdienen. Als je daarna wil kijken, is dat een boek zeker een aanrader. Ook dat boek zal ik weer linken onder deze video. En een ander boek waar ik helaas geen printversie van heb, is The Millionaire Next Door. Dit is een boek waarin juist op grote schaal een onderzoek is gedaan naar heel veel mensen. En zoals de titel ook alweer zegt, The Millionaire Next Door, oftewel de miljonair die naast je woont in principe. Vaak zul je niet merken dat degene die ergens bij jou in de straat woont miljonair is. Je zal verwachten dat dit waarschijnlijk degene is met die grote luxe auto in de straat. Dat die het meeste geld heeft. Maar waarschijnlijk is het juist iemand anders die veel meer geld heeft in de straat. Maar daar merk je het niet aan. Dit zijn dus die mensen die door kleine veranderingen te doen, een gedeelte van zijn inkomen te investeren bijvoorbeeld, dat ze het op die manier vermogen opbouwen, maar dat laten ze niet blijken. En dat boek zorgt dus ook wederom, net zoals alle andere boeken trouwens, dat je vaak anders tegen dingen aan gaat kijken, dat je na gaat denken. En dat je vroeger dacht, als je een BMW of een Mercedes of weet ik wat zag rijden, van oh, die mensen hebben veel geld. Denk ik nu juist bij die mensen van oh, die auto zal wel geleased zijn. Die hebben dus maandelijks verplichtingen, betalingsverplichtingen. Het kost geld om die auto rijden te houden. En waarschijnlijk zijn ze dus helemaal niet zo rijk als ze zijn, alleen ze willen het laten zien. Ook door dit soort dingen kijk je door een boek heel erg anders tegenaan. En het kan dus heel erg belangrijk zijn van dit soort kleine boeken, kleine investeringen die je doet. Want het ene boek is 20 euro, het andere is 9 en het andere is 15 euro. Dus vanaf geen 50 euro kun je op die manier toch eigenlijk vooral je mindset veranderen, waardoor je anders na gaat denken. Het is echt een investering in jezelf.
Maar die investering van nog geen 50 euro kan wel heel erg belangrijk zijn voor je toekomst. En als je dan misschien nog een ander boek wilt vervangen, zou ik dan bijvoorbeeld de Quote 500 aanraden. Ik weet niet of je hem nu nog kunt kopen, deze. Maar anders moet je in ieder geval die van eind dit jaar kopen. Nou, dus dit is de rijke lijst van Nederland. Dus de 500 rijkste Nederlanders staan hierin vermeld. Het is niet alleen een lijstje van deze staat op nummer 1, 2, 3. Er staan ook wat interviews in, wat achtergrondverhalen, waardoor je kunt zien van welke beslissingen hebben mensen ooit genomen, of welke markt zijn ze nu actief, of waren ze actief. Welke tegenslagen hebben ze gehad, welke fouten hebben ze gemaakt, welke dingen hebben ze goed gedaan. Allemaal dingen die je kunt leren, want dit zijn dus de mensen die echt goed geld verdienen. En misschien kun je er iets van leren waardoor je het zelf toe kunt passen. Dus ook dat is weer iets van 20, 25 euro. Een klein bedrag die wel, misschien dat je weer anders gaat denken of misschien anders tegen dingen aankijkt, waardoor je kansen ziet in één keer die belangrijk kunnen zijn voor je toekomst. En dan is het dus, als je 3 van de 4 dingen pakt, ben je nog geen 50 euro kwijt. En is dat op zich een goede investering om mee te beginnen. Maar dan hebben we natuurlijk nog geen 100 euro, dus we hebben nog misschien wel 50 euro over of een paar tientjes. Ligt eraan of je het alle 4 koopt of niet. En dan is mijn tip om bijvoorbeeld een aandeel te kopen. Dit kan zijn een indexfonds, maar het kan ook gewoon een aandeel zijn van een bedrijf wat jij kent of interesse in hebt. Het moet natuurlijk wel binnen die prijskategorie passen. En eigenlijk maakt het niet eens zoveel uit welk aandeel, want het gaat er namelijk vooral om dat je een aandeel hebt. Want als je eenmaal een aandeel hebt, dan zul je ook weer dingen anders gaan kijken. Misschien volg je het nieuws anders. Laten we zeggen dat je een aandeel van Shell zal kopen. Maar ja, dat kan waarschijnlijk. Ik weet niet of je het voor dat bedrag kunt kopen, want ik weet de koers op dit moment niet. Maar stel, een aandeel Shell past nog in jouw budget van die 50 gulden. Of euro. Dan zul je misschien, als je het aandeel hebt, dan koop je het via de Giro. Dus zou ik tenminste doen. Ik zal ook daar weer een linkje plaatsen onder deze video. Wordt een best lange tekst, maar heb je alle informatie bij de hand. Dat is namelijk het goedkoopste en best wel makkelijk. En daar heb ik ook enkele video's over gemaakt over hoe je aandelen kunt kopen via de Giro. Die zal ik hier dan weer plaatsen. In ieder geval, je koopt je aandeel via de Giro en dan zie je het staan. Dan kun je op je telefoon ook telkens in de gaten houden van wat doet de koers? Stijgt die of daalt die? En dan krijg je veel meer emotie als je eenmaal een aandeel hebt. Dan maakt eigenlijk niet uit of je nou 1 hebt of 100. De ervaring is hetzelfde. Je zult zien dat sommige dagen het gaat goed. Andere dagen verlies je in één keer wat. Misschien hoor je wat op het nieuws. Dan ga je kijken van heeft het effect op mijn koers van mijn aandeel. En ook met 1 aandeel kun je dus heel veel dingen leren. Misschien komt er binnenkort een beurscrash. Zul je zien dat de helft van je aandeel misschien wel weggaat. Heb je toch die emotie, want ook al is het maar 50 euro, het voelt alsof er geld weg is. Of misschien stijgt het wel erg en heb je dus geld verdiend. Dan denk je van, had ik maar meer gedaan. Maar op al deze manieren maakt eigenlijk niet uit of je nou 10, 100 of 1 aandeel hebt. Je leert gewoon met een aandeel van, je ziet verbanden. Je ziet nieuws, welke invloed heeft dat. Misschien goede kwartaalcijfers, slechte kwartaalcijfers, ontwikkelingen in de markt, noem het allemaal maar op. Met 1 aandeel kun je toch al meedoen. En dat is misschien wel het eerste stapje naar het volgende aandeel. Dus dat altijd een goede stap. Dus koop van het resterende bedrag van die 100 euro, koop 1 aandeel. En kijk gewoon, maakt niet uit welk bedrijf, het is puur. Maar hou dan wel het bedrijf een beetje in de gaten, of het nieuws rondom dat bedrijf, of de sector waarin ze bezig zijn. En dan heb je een beetje, ja, kijk hoe je er zelf op reageert en ja, doe ervaring op, zou ik zeggen. Nou, het wordt natuurlijk anders als je elke maand 100 euro hebt te besteden. Of misschien heb je wel elke maand een paar 100 euro en dan kun je een paar dingen van deze dingen samen doen. Maar stel je hebt dus elke maand 100 euro te besteden, dan is de eerste stap die je altijd moet nemen, is in ieder geval om een buffer of een spaarpotje op te bouwen. Ik zou altijd zeggen, zeg maar 1000 euro of misschien heb je maandelijks 1500 euro aan onkosten. Zorg dan dat het 1500 euro is. En zorg dat je in ieder geval wat schulden hebt afbetaald, behalve je hypotheek, voordat je gaat investeren. Dat zijn vaak, heb je in ieder geval een goede, solide basis. Schulden zorgt ervoor dat je eigenlijk elke maand meer geld over hebt, omdat je geen geld hoeft te betalen. En een spaarpotje zorgt ervoor dat op het moment dat er iets kapot gaat in je huis, een wasmachine of zo, een computer, een tv die je nodig hebt, dat je die meteen kunt kopen, zonder dat je misschien je aandelen moet verkopen of geld moet gaan lenen, nog slechter, om dat weer nieuw te kopen of om te vervangen. Dus dan heb je in ieder geval een solide basis om verder te gaan. Heb je dit dan gedaan en heb je dus elke maand 100 euro over, dan zou ik zeggen, koop een aandeel van een indexfonds. Waarom nou een indexfonds? Omdat je met een indexfonds de hele index volgt. En dat kan zijn de Amerikaanse S&P 500 of de AEX of welke index dan ook. Maar je zorgt er eigenlijk voor dat je al deze bedrijven op die beurs koop je eigenlijk een stukje van. En je hebt dus eigenlijk ook meteen wat spreiding in al die bedrijven. En het indexfonds wat ik aan zou raden is de Vanguard All World. Dus met het symbool VWRL. En dit is, zoals de naam al zegt, All World. Dus over de hele wereld hebben ze aandelen gekocht. Dit zijn er in totaal, 3172 die er op dit moment in zitten verwerkt. En één stukje van één zo'n aandeel in dit fonds
kost op dit moment bijna 73 euro. Maar op die manier heb je dus wel met 73 euro eigenlijk een hele diverse spreiding. Want zoals gezegd heeft Vanguard dus bijna 3200 aandelen in het fonds zitten. En er zullen altijd wel bedrijven zijn waar het heel goed mee gaat. Of merendeel zal heel erg goed gaan. En een paar bedrijven waar het wat minder gaat. Maar dat maakt dan niet zo heel veel uit, want dat balanceert elkaar uit. Over het algemeen heb je dus je risico een stuk gespreid. En heb je nou net dat ene bedrijf wat heel erg in de min is, zou je dat een los aandeel hebben, dan heb je natuurlijk een heel groot verlies. Maar op dit moment heb je misschien nog wel winst, omdat de andere bedrijven in deze index wel winst maken. Dat is natuurlijk het voordeel van een indexfonds. Een ander voordeel is dat, omdat het een index volgt, hebben ze eigenlijk heel weinig werk ermee om dus te bij te houden in principe. En dan zul je ook zien dat het kostenpercentage van de VWRL van Vanguard 0,25% per jaar is. Deze wordt automatisch in de koers verwerkt en is eigenlijk een heel erg laag kostenpercentage, want zeker als je naar beheerbeleggen gaat kijken, bijvoorbeeld Bink Forward of de ABN doet het allemaal. Aanbieders die dit doen zijn vaak tussen, ja, misschien wel bijna 1% tot 1,5 of 2% rekenen aan kosten. Dus als je dan maar 0,25% aan kosten hoeft te betalen, is gewoon heel erg laag. En hoe minder kosten je betaalt, hoe meer rendement je maakt. En zeker op de lange termijn is dat heel erg belangrijk. Nou, pakken we dan even het informatieblaadje erbij van Vanguard. Want elk indexfonds heeft vaak zo'n informatieblaadje waarin je de belangrijkste informatie terug kunt vinden. Dan valt als eerste op natuurlijk waar het verhandeld wordt. En dit is dan de Amerikaanse beurs, of dit is dan de Amsterdamse beurs die voor ons het interessantste is. Maar hij wordt dus ook op de Zwitserland, in Londen, in Duitsland en in Italië verhandeld. Daarna zien we dus die kostenpercentage van 0,25% rechts onderin. Gaan we nou verder kijken, dan zien we de performance, oftewel hoe heeft het indexfonds het aandeel het eigenlijk de laatste tijd gedaan. En dan kunnen we kijken naar misschien de laatste maand, of per jaar, of laatste kwartaal, noem het allemaal maar op. Nou, de laatste maand is dus sinds begin dit jaar eigenlijk, zul je dus zien dat ze bijna 8% is gestegen. Maar ja, kijken we, het afgelopen jaar is bijna 8% gedaald, dus die dip uit eind 2018... kijken we naar gemiddelde van 3 jaar rond de 11,5%, gemiddelde van 5 jaar 6,7% en sinds dat het fonds is opgericht in 2012 hebben ze dus bijna 9,7% rendement per jaar kunnen maken. Dus dat is op de lange termijn. Dat is altijd interessant om te kijken van hoe doet het fonds het, en zeker als je het vergelijkt met de benchmark, dus dat is het index die ze volgen, hoe doet die het? Het zal altijd een klein beetje verschil zijn, maar dat komt door de kosten die ze maken. Maar je ziet dus vooral dat op lange termijn of op korte termijn kan het wat fluctueren. De laatste maand hebben we 8% erbij, laatste jaar 8% eraf. Maar op lange termijn, 3, 5 of in dit geval 7 jaar, heb je toch rond een 8, 9, 10% rendement kunnen maken met een indexfonds. Kijken we nog iets verder op de volgende pagina, dan zien we de verdeling. En zien we eerst natuurlijk de wat kenmerken van dit fonds. We hebben dus bijna 3200 aandelen erin zitten. We zien dat er geen geld in cash investments zit, maar alles er zit is in aandelen. Wat dividend die je elk jaar kunt verwachten. Rechts zie je dan de top 10 van aandelen, zoals Apple, Microsoft, Amazon. Eigenlijk de hele top 9 is geloof ik Amerikaans. En het laatste, Nestlé, is geloof ik Zwitsers. En dan daaronder zie je nog eigenlijk de verdeling ten eerste per sector. Dus financieel is bijna 22%, technologie is 15%. Je ziet dus welke sectoren er vertegenwoordigd zijn in deze aandelen. En daaronder zie je het eigenlijk per land terugkomen. Dus Amerika heeft 53,5% van de aandelen zijn Amerikaanse bedrijven. Daarna komt Japan, maar je ziet ook Engeland, China, Frankrijk, Canada, Duitsland, Zwitserland, Australië, Korea. Dit zijn eigenlijk wel de grootste landen die van weer vertegenwoordigd zijn. Op deze manier hebben ze toch iets van 99% van de wereldwijde markt in aandelen zit in dit fonds in principe verwerkt. Dus als de hele wereldeconomie het goed doet, doet jouw indexfonds het ook goed. Dan heb je dus eigenlijk weinig risico die je kunt lopen. En het makkelijke hiervan is, je koopt elke maand één aandeel, want het is op dit moment zeg maar 73 euro. Maar je kunt dus maar één heel aandeel kopen van dat geld, en hou je wat geld over. En net zolang tot je misschien een keer twee aandelen kunt kopen. En meer hoef je er verder niet naar om te kijken. Dit is natuurlijk het makkelijke van indexfonds. Je hoeft het niet bij te houden. Je investeert zoiets voor de lange termijn. Dus je wilt het ook niet over een jaar misschien al verkopen. Nee, je wilt het gewoon liefst 10, 20, misschien wel 30 jaar of 50 jaar houden tot aan je pensioen. En zolang de wereldeconomie stijgt, en dat doet hij eigenlijk altijd, want de economie neemt eigenlijk altijd toe, want het gaat altijd beter met landen vaak.
in ieder geval op lange termijn, dus niet op korte termijn, maar wel op lange termijn. En dan is zo'n fonds gewoon heel erg interessant, omdat je het, als je het eenmaal hebt gekocht, dan koopt gewoon elke maand wat bij, maar je hebt er verder geen omkijken naar. Je weet eigenlijk dat het altijd toeneemt op lange termijn, gemiddeld genomen 6-7%. Ja, nou iets meer de laatste jaren zie je wel, maar dat komt omdat we in die jaren geen crash hebben gehad eigenlijk. Dus het is gewoon een heel erg makkelijk aandeel waar je verder geen omkijken naar hebt. En zeker voor 100 euro in de maand is dit gewoon een heel erg goede basis in principe. Zorg dat je eerste 100 euro die je hebt, die je over hebt in de maand, hierin investeert. Zoals gezegd, kijk er niet naar om, maar kijk er misschien, houd wel een beetje in de gaten, maar kijk er eens wat het kan doen op een jaar, of 5 jaar of 10 jaar verder. Reken dat eens uit, het geld dat je inlegt. Dan zul je zien dat het gewoon, ja, je kunt die 100 euro ook heel erg makkelijk ergens anders aan uitgeven, maar je zult hem niet per se missen als je hem hier uitgeeft, totdat je ziet wat het op gaat leveren. En dan is het een heel erg goede investering in jezelf en in je toekomst van later. Tot zover deze video. Ik hoop dat je wat hebt geleerd en dat je in ieder geval weet hoe je op 2 manieren 100 euro kunt investeren. Dus ten eerste in jezelf eenmalig 100 euro of elke maand. Dat zijn in ieder geval dingen zoals ik ze zou doen. Misschien dat jij er anders over denkt en misschien laat je het wel weten in de reacties onder deze video. Deel het met anderen of misschien hebben mensen vragen die jij kunt beantwoorden. Dus praat met elkaar in de reacties onder deze video. Vond je nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag. En laat ook dat in de reacties weten wat je goed of minder goed vond. Dan neem ik dat mee in de volgende video. Als je nog geen lid bent van dit kanaal, maar je hebt wel tot het einde gekeken, dan is het waarschijnlijk interessant voor jou en is het misschien wel leuk om te abonneren. Zoals gezegd, ik maak elke week 2 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus abonneer je op dit kanaal, dan mis je nooit meer een video. En ik heb ook een Instagram kanaal, @eenpassiefinkomen. Hier plaats ik video's, foto's, stories, wat meer interactie met jullie. Ik stel wat vragen, dingen die ik misschien in de volgende video wil gaan behandelen. Dus dan heb je ook wat invloed over de dingen die ik ga behandelen. Misschien heb jij vragen en laat je het op die manier weten. Dus volg mij op Instagram, @eenpassiefinkomen. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.